Een aangekondigde demonstratie op het Alphense Rijnplein heeft maandagavond een honderdtal mensen op de been gebracht. De politie is op verschillende plekken in het centrum in actie gekomen, maar ongeregeldheden zijn uitgebleven. Enkele ondernemers aan het plein hebben 's middags uit voorzorg besloten eerder te sluiten en maatregelen te nemen. Toen ik die oproep zag, wat dacht ik toen? Ja, ik denk zoveel mogelijk wat we weg kunnen halen, weghalen. Alle losse spullen, we hebben de container weggezet. Dat ze zo min mogelijk hebben om te slopen. Maar daar ben ik eigenlijk een beetje bang voor. Ik had wat spullen buiten staan nog van mezelf en die heb ik nu binnengezet. En straks gaat het alarm erop en de deur op slot. En ja, en dan is het afwachten en de hopen dat er dus geen ernstige incidenten gaan plaatsvinden. Op Facebook is vooraf opgeroepen om te demonstreren tegen de opgelegde avondklok. Maar van een demonstratie is geen moment sprake, op een enkele uitzondering na. Her en der wordt vuurwerk afgestoken en de sfeer is zo nu en dan grimmig. Na ruim een uur verdrijven agenten de toegestroomde mensen uit het centrum. Vlak voor het ingaan van de avondklok is er nagenoeg niemand meer te bekennen in het stadshart. De politie wil maandagavond niet zeggen of er aanhoudingen zijn verricht en of er schade is veroorzaakt.